Ik ben Nina. En ik ben Leon. En vandaag zijn we op bezoek bij basisschool Trion in Capelle aan de IJssel. En wat gaan we doen vandaag? We gaan eens eventjes kijken hoe hun bibliotheek op school erbij staat. Let's go! Zijn er nieuwe boeken binnengekomen? Dat klopt, nieuwe boeken uit de bibliotheek voor school. Wat leuk. En wat is jouw rol hier binnen de school? Ik zorg de boeken die binnenkomen dat ze in de kast komen en dat de kinderen de boeken kunnen lenen. Dat doen we met een stuk of 10 moeders die elke dag de kinderen van nieuwe boeken voorzien. En waarom ben je biebmoeder geworden? Ik hou zelf heel erg van lezen en ik vind het belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en ook goed leren lezen. Ja, nou, super mooi zeg. Succes ermee. Ja, dankjewel. Komt goed. We zitten hier samen met Anita en Deborah, leescoördinatoren en leerkrachten op de Triangel. En we gaan het hebben over de bibliotheek op school. Eerste vraag, waarom zijn jullie begonnen met de Biep op school? Nou, we misten eigenlijk een goed aanbod van boeken. Alle leerkrachten hadden hun oude spulletjes van kindertijd meegenomen en de kaften waren er allemaal haast af. Dus niet heel aantrekkelijk. Dus we merkten aan de kinderen dat als we ze naar de boekenkast stuurden van ga even een boek lenen, dat ze echt geen keuze konden maken omdat... Ja, het aanbod was gewoon heel slecht. Toen hebben we contact gezocht met de bibliotheek. Toen kregen we een heel aantal nieuwe boeken. Die er gewoon veel aantrekkelijker uitzagen. En vooral ook omdat er nu dus boeken zijn afgestemd op hun belevingswereld. Dus speelt er in de klas iets met dinosaurussen en daar zijn dan boeken van in de Biep. Dan gaan ze daar helemaal in op. En ook, je hebt natuurlijk heel veel series ook. Dus als je een bepaalde serie leuk vindt en je hebt daar één deel van gelezen, dan kan je dus al die andere delen ook lezen, want die zijn er dan gewoon. En als ze er niet zijn, dan vragen we ze aan. En hoe is de samenwerking met de bibliotheek op school? Ja, die is heel goed, heel duidelijk. Ja, we kunnen eigenlijk alle vragen bij ze neerleggen. Er wordt al heel snel op gereageerd. We werken met thema's, dus als we een thema hebben, dan geven we dat van tevoren aan. Dan worden er al echt een hele lijst boeken geleverd waarin de kinderen nog meer verrijking hebben tijdens de thema's. Ze denken heel veel mee. Als je maar een vraag hebt, komen ze ook meteen met leuke ideeën. Dus ja, dat is heel fijn om dat ook te hebben. Dat we dat ook niet altijd zelf hoeven uit te vinden, zeg maar. En zijn er specifieke activiteiten die jullie rondom leesbevordering doen hier op school? Met de kinderen? Zeker. Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk een boekendoos meegenomen om het even te laten zien. Dus een idee van de Biep. Normaal had je eigenlijk een boekenbespreking met een... Een PowerPoint-presentatie, maar nu hebben ze het boek gelezen en ze mochten ook echt hier actief gaan verwerken, waardoor je eigenlijk heel veel motivatie had. Ze waren echt heel, zijn er weken mee bezig geweest. Verder hebben we voorlezen met de bovenbouw en dan de onderbouw, dus die lezen voor. Dat vinden ze ook helemaal fantastisch. Dat gaat ook schoolbreed. Nou, we hebben eigenlijk een half uur niks te doen. Alles gaat gewoon vanzelf. Heel leuk om te zien. Toneellezen doen ze. Toneellezen. En jij hebt natuurlijk nu dat. Wie is de Mol? Inderdaad, ook een leuke. Manier van heel veel boeken lezen. Ze moeten 5 boeken lezen eigenlijk in 10 weken tijd. Mm-hmm. En ze wisselen dan met elkaar, zeg maar. En uiteindelijk inderdaad is 1 boek is dan de Mol. En ze krijgen elke keer hints. En dan moeten ze uiteindelijk gaan uitzoeken wie dat is. En ze zijn echt gestimuleerd. Ja, dat is echt heel leuk om te zien. En los van die activiteiten, hoe ziet het leesonderwijs er verder uit hier op school? Ja, we hebben vast op het programma iedere dag stil lezen. Dan is het echt een kwartier lang. Iedereen duikt in zijn boek en er wordt ook niet gelopen, gewandeld of je boek geruild. Want iedereen leest, ook de juf. Mm-hmm. En we merken dat dat enorm hielp. Want anders was het toch, als je klaar bent met je lesje mag je gaan lezen. Maar wanneer is dat en hoe vaak? Dus nu wordt er echt gewoon iedere dag vast gelezen. Ja. Nou, we lezen zelf ook altijd voor. Ja, iedere dag. Dat is ook echt standaard. Alle groepen. In alle groepen wordt dat gedaan. Dus dat is ook echt wel... Verder heb je natuurlijk gewoon de methode, de lessen natuurlijk. Ja, maar precies, op zich valt dat van buiten de bibliotheek om, zeg maar. Nou, goed om te zien dat de bibliotheek op school ook echt bijdraagt aan de leesmotivatie hier op school. Ja, heel erg bedankt dat we hier een dagje met jullie mee mochten lopen. Eigenlijk dat er door heel de school boeken verspreid is, hè? Nou, zeker weten. Nou, wij zijn wel weer wat wijzer geworden vandaag. We hopen jij natuurlijk ook. Precies. En wil je nou meer weten over de bibliotheek op school? Kijk dan even op onderstaande link. Tot ziens. Hoi.